Het geschreeuw is van bewoners die tegen een vluchtelingenopvang op Ypenburg zijn. Het is een incident in een doorgaans fatsoenlijke raad. Maar toch, niet alleen op straat, ook in de Haagse gemeenteraad verhardt het debat zich de afgelopen jaren. Jihadisme, radicalisering, salafisme, islamisering, antisemitisme. Het zijn termen die allemaal voorbij komen in soms geprikkelde debatten, zoals deze, al even geleden. Ziet de burgemeester zelf nou niet in dat hij met de inzet van moskeeën, met de inzet van imams, zijn stad vanuit de islam aan het besturen is? Moet ik van een niet-moslim leren hoe ik als moslim moet gaan leven? En verzet je luidkeels tegen de komst van haatimams? Wat is eigenlijk een definitie van een haatimam? Het valt voor de burgemeester niet altijd mee om dit gepingpong tussen raadsleden in goede banen te leiden. En dan is er nog de sociale media, zoals Twitter, die het debat aanscherpen. Als SP'er Bart van Kent in de raad tijdens een debat een tweet aanhaalt, grijpt Van Aartsen in. Er is een instituut gemeenteraad en als u hier aan begint, is het einde zoek. U vervolgt u. Ja, voorzitter, ik wilde nog een vraag stellen. Ja, neem maar dat uw boodschap vooral gericht is aan de heer Balster. Nee, ik wil niet. De vraag die ik meneer van de Partij van de Arbeid wil stellen, van voorzitter. Kent, ik wil niet dat u verwijst naar Twitterij. Hoongelach valt de burgemeester ten deel door deze opmerking over Twitterij. Maar de Haagse gemeenteraad vindt sociale media horen er tegenwoordig gewoon bij. Sterker nog, in de nieuwe profielschets van de nieuwe burgemeester is het vastgelegd. De opvolger van Van Aartsen, die moet twitteren.